Ja, kijk maar eens goed, de echte fans zullen ze wel herkennen. Speciaal voor de jubileumdag wordt een wedstrijd gespeeld met mixteams van oud en huidige spelers. 1 februari 1954 is de club opgericht naar vandaag. 60 jaar later wordt dat feestelijk gevierd. Ja, het is wel mooi dat je hier mag spelen. En, ja, ik hoop gewoon dat het een leuke wedstrijd wordt voor het publiek ook. Dat is het mooiste. Geweldig, hè? Alleen het zou leuk zijn als er net als vroeger 12.000 man zitten. Ja, het valt een beetje tegen het publiek. Ja, helaas wel. Ja, helaas wel, hè. Maar het is niet anders. Wij moeten het wat leuks van maken, toch? De wedstrijd wordt voorzien van vakkundig verslag van Pascal Kamperman. In het dagelijks leven presentator bij Fox Sports. Hij heeft wel een heel bijzondere band met de club. Ik ben hier natuurlijk geboren en getogen sowieso. Dus als klein jongetje al op de tribune gezeten. Maar bovendien, want mijn opa was nog betrokken bij de oprichting van de club in 1954. Dus ja, dan ben je wel besmet. De foto mag natuurlijk niet ontbreken. Ja, op de blauw-witte feestdag is van alles georganiseerd. Voor jong en voor oud. Ik wil alle spelers van harte feliciteren met dit 16 jaar bestaan van de Graafschap. En hoewel de eerste divisionist dit seizoen niet zo goed draaide, was het voor de echte fan geen reden om op het verjaardagsfeestje weg te blijven. Altijd, hè? Eens een superboer, altijd een superboer. Promotie of degradatie maakt niet uit, altijd ben je superboer. We doen er nog gewoon een keer 60 jaar bij, toch? Laten we dat maar doen, dat vind ik wel heel belangrijk. Bij de Graafschap is altijd een feestje, of nou één dag of 60 jaar is. En ook vanavond wordt er nog doorgefeest op de Vijverberg. Onder andere de volkszanger Frans Duits treedt erop. En ook is op een groot scherm de Champions League finale tussen Real Madrid en Atletico Madrid te volgen. De feestelijkheden duren nog tot 11 uur vanavond.